Hallo kijk van IPT, ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Hearts of Iron 4. Vooraf ben ik in Brazilië, of ja, niet echt geëindigd, maar ik heb nu zo van dat ik even een andere setting ga doen. Dat ik dan in ieder geval als 18 ga kloten. Dat betekent dat ik misschien wat meer kans heb om überhaupt de boel hier kan overnemen. Want dan kan ik gewoon echt, wat ik nu over zit na te denken, is gewoon om Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela eerst over te nemen. Daarna Brazilië. Vanuit daaruit kunnen we natuurlijk nog heel wat andere dingen doen. Maar dat lijkt me toch het beste wat we kunnen doen op het moment. Even zien. Nou ja, dat zal wel. Even zien, we hebben ook een technische lijst. Weet niet veel resources, maar dat maakt op zich niet veel uit, denk ik. Ja, we gaan natuurlijk wel nationalist. Dat is wel het handigst om te doen op een moment. Even zien. Dat is wel nice om te hebben, zo'n infanterie divisie. Er is nog wel een post. Ding. Ik denk tegenwoordig altijd superior firepower, dat is altijd wel wat beter. Oké, en nu is het gewoon wachten weer. Eerst wil ik dus Uruguay overnemen en dan kunnen we de rest van die landjes overnemen. Maar dat is lekker wel goed. Ook een kleine Air Force, dus dat is ook wel goed moeten komen om dit in ieder geval een support van ons te blijven. Oh, dat is snel. Oké, Argentina's Destiny. En dan moeten we wanneer we deze hebben, gaan we de End of Economic Depression doen, want we hebben helemaal geen civilian factories om te kunnen gebruiken. Dat is een beetje een probleem. Oké, hebben we toevallig landforts? Ja, eentje bij onze hoofdstad. Nou, dat gaat helpen. Krijgen we toch nog wat meer manpower. Niet veel waarschijnlijk, maar wel een beetje. Ja, 2%. Gelijk ook alles. Nice. Onze troepen trainen lijkt ook wel handig.
Dan kunnen we binnenkort wel even de support artillerie erbij zetten. En die heeft 10 punten hebben, dus dat moet wel goed komen. Economic depression. Oké. Olympische Spelen zijn in Berlijn gehouden. Ethiopië, dat zal wel moeten vallen. Beetje stil met in Spanje. Zo. En dan gaan we gelijk Uruguay. Gewoon gelijk de rest ook even just fire. Zo snel mogelijk. Heeft de heer oorlog dan? Zal wel. Oké, we kunnen nu eindelijk een beetje gaan handelen. Dus dat is wel nice. Better stability. Oké, dit staat al hoog genoeg. Dan gaan we hier even de support erin bijvoegen. Ik denk dat Brazilië wel de meeste krachten op het moment heeft, ga ik wel zeggen. Dat het ook een heel groot gebied is waar je ook heel wat meer kunt plempen. Infrastructuur. Ja, hoe zit het eigenlijk met onze infrastructuur? Valt wel mee. Ja, het beste is natuurlijk hier. Maar dan moet het goed komen, denk ik. Zit er nou uit dat de Republic een Spain gaat winnen? Op dat moment dan. Laat deze schip ook gewoon hier staan. Lijkt me wel goed. Niet dat ze gelijk door de Engelse Navy of zo kapot worden gemaakt. Dus dat kan wel vaak gebeuren.
nog beter infrastructuur hebben, dat is natuurlijk wel verstandig. Oh, dan is het ook echt alleen maar bij de hoofdstad. Dat is niet handig. Ja, dat moet wel goed komen. Okay, we zitten al op 42%, dat is wel nice. Ik ga maar eens even voor militarism. Voor meer manpower te krijgen. Deze kant moet ik sowieso nog even opgaan. Daarvoor heb ik eerst wat meer manpower voor nodig en alles. Oké, nu moeten we even wachten tot 100 politieke power en dan kunnen we fascist worden. Uruguay. Dan moet ik maar even wat meer divisies voor inplanten, denk ik. Bolivia, Paraguay, Uruguay en Chili, die gaan allemaal kapot eerst en dan de rest. Meer military factories. Dat is maar even richting de 5 van de 10 infrastructuur.
Ja, even zien. Gewoon wat meer militaire factories hier opzetten zodat ze wat meer hun guns kunnen maken. Hoe meer, hoe beter het eigenlijk is. Artillery die heeft ook in ieder geval een goede stokpaal, dus dat is mooi. Guns, nou, dat was steeds beter. Ik hoop dat steeds de efficiëntie toch wat beter wordt. Ja, dat dacht ik al. Daar kunnen er nog twee bij. Oké, deze is bijna klaar, top. Misschien hebben we eigenlijk resources. Oh ja, ze hebben een klein beetje resources. Wel fijn dat het al best wel hard gaat nu op Boomwit. Deze laat ik gewoon rustig trainen. Kan ik beter deze doen. Die heeft dan alles. Eigenlijk nog even een aantal nevenblokjes erbij maken. Want ik wil wel wat meer schepen hebben. Chili. Ja, maar dan kan natuurlijk wel wat ermee hebben, hè?
Never mind, ik hoef geen neveldokjas meer. Nu ben ik al zat. We zien. Top. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat het leuk vond. Maar geef een like op mijn kanaal. En zie ik me nog een keer weer. Later.